Dat is de mooiste uitvinding aller tijden. Ja, onontkoombaar. Of je moet voortijds doodgaan. Ja. Belangrijk, maar niet zo belangrijk. Humor in de kunst. Ze lachen er even om. En daarna, als de grap eraf is, dan. Ja, dat is wat. Als het te dik opgelegd is, is het natuurlijk ook. Ja, vrij snel is de gein eraf. Misschien ben ik ook wel te grillig, hoor, of te ongedurig om bij iets te houden van, hey, dit gaat goed en hier ga ik in door. Want ik had op een gegeven moment wel met sport. Nou, dan was je sportschilder, toen dacht ik, nou, het wordt weer eens tijd voor wat anders. Ik ga jazzdingen maken. Was je ineens jazzschilder, je werd wel veel gevraagd en dergelijke. En toen was ik ook weer, verveelde het me weer op een gegeven moment. Niet zoveel mee. Ik ben zelf eigenlijk niet echt een realist. Ik sta er wel bij. Nou, ik hang wel een soort boeddhistische levenshouding aan. Van let it be en zo. Mijn aanstaand grootvaderschap. Ik was zo'n beetje met mode bezig eigenlijk, meer een beetje persiflerend, maar tegelijkertijd toch ook wel geil vindend. En toen was er inderdaad in de Engelse uitgave van het Franse modeblad Elle een advertentie van het lingeriemerk La Senza, waarbij een vrouw van het toilet afkomend richting restaurant loopt, maar zonder haar jurk goed naar beneden te trekken, zodat je een heel pikant oranje kleurig slipje ziet. En met het bijschrift La Senza Saves Your Day. En toen had ik ook nog een mooie foto met een bijna uit het beeld springende pitbull. En die heb ik dus toen gecombineerd. Altijd wik gehad en af en toe had je weer eens een aardig jaar. Maar ik heb er nooit van kunnen bestaan. Eén keer dacht ik, gaat goed. En
Nou ja, bekende spreuk, in het verleden behaalde resultaten bieden. En dan heb je ene keer, heb je, nou ja, dat was voor mij veel geld, 25.000 gulden toen in een jaar omzet. En het volgend jaar was het weer 7924 gulden, weet je. Dat was in die jaren, voor de euro ging het nog wel een beetje, ja. Vroeger kon ik ook heel mooi knietjes tekenen met arseringen en zo, zoals Matthijs dat deed. En toen vond Matthijs dat ik eng bezig was. Ik ben hier blijven hangen, ja. Ik had altijd het idee, ik koop een oude Opel en ik pleur mijn drumstel achterin. En dat ging dan nog als muzikant, weet je wel. Dan ga ik richting Scandinavië. Maar dan word je verliefd en leer je iemand kennen hier en dan blijf je hangen. Ik vind eigenlijk de jazz van nu, dat zou de wereldmuziek zijn. Dat is mijn analoog aan New Orleans, wat toen een smeltkroes was van allerlei volkeren en nationaliteiten. En de wereld is nou zo klein geworden. En dat vind ik dus ook eigenlijk de jazz van nu. Elvin Jones, dat was mijn grote held op het drumgebied. En hij heeft ook heel veel mensen beïnvloed. Toen heb ik een keer een schilderij gemaakt. Hij had in het Bimhuis gespeeld. Ik heb daar dia's van gemaakt. Dat heb ik hem toen in het Bimhuis gegeven, later. Een aantal jaren later. En hij bleek een hele aardige kerel te zijn. Hij zit als een soort gorilla achter dat slagwerk. En zo'n hele vriendelijke, aardige man is het. Dus ik vond dat heel leuk. Dat een van de hoogtepunten. Moet je je voorstellen, want ik een pijp heb zo van het feit dat het heelal 11,8 miljard jaar bestaat, bewijst dat er vraag naar is.